Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Het is je vast niet ontgaan. Bitcoin is van een all-time high van $69.000 gezakt naar zelfs onder de $60.000. We zien het allemaal liever omhoog gaan, maar in tijden dat we onderuit gaan, ja, zal ik natuurlijk ook Bitcoin blijven behandelen op dit kanaal. En nu is vooral de vraag, waar ligt support? En is deze daling gezond of komt 69.000 wel eens de top zijn van deze cycle? Ik ga het vandaag allemaal bespreken, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Ik maak deze video vroeg in de middag op de dinsdag. Jullie zien deze video op de woensdag, dus tegen die tijd kan de koers natuurlijk wel weer veranderd zijn. Een video maken duurt een paar uur, kijk, ik kan het ook heel makkelijk maken en gewoon één plaatje gebruiken en gewoon 10 minuutjes praten. Maar ik vind gewoon dat heel veel plaatjes, charts en cijfers een hele grote rol spelen in deze video's om het gewoon wat beter te begrijpen en het is ook wat leuker om te kijken. En 30 tot 50 van dat soort plaatjes maken per video, ja, dat kost natuurlijk tijd. Dus ik denk bij mezelf, weet je wat, ik geef het heel eventjes aan om wat verwarring te voorkomen. Want soms zie ik namelijk wat comments voorbij komen dat mensen aangeven dat de prijs 2 uur voordat de video online komt een stuk hoger stond. En geven ze dan aan, ja, je prijzen kloppen niet. Maar ja, met deze mededeling wil ik dus voorkomen dat mensen denken van, waar heeft hij het allemaal over? Goed, laten we direct overgaan op de Bitcoin chart. Het ziet er niet goed uit. Op 10 november, nog geen week geleden, werd er een all-time high neergezet van $69.000. Vandaag, 16 november, staan we weer een stukje lager met zelfs een daling van 15% op het dieptepunt. Kans bestaat dat we de komende uren natuurlijk verder zakken, of de komende 24 uur zo'n beetje als jullie deze video zien, maar op dit moment lijkt het vooral op een wick na de 58.600 en dat we er snel weer boven staan. En dit komt natuurlijk veel vaker voor. De laatste 100 dagen bijvoorbeeld is het al 4 keer eerder gebeurd dat Bitcoin oude levels opzoekt. En vaak is er dan wel eventjes wat tijd nodig om weer volledig te herstellen. Eventjes tussendoor, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van Coinmeurs voor mijn Bitcoin en altcoins. En dan loopt nu ook een actie via mijn link. Registreren en dan eenmalig crypto kopen van boven de €100 en je krijgt tot 31 december dan €10 aan gratis Bitcoin erbij. Ik ontvang dan ook €10 aan Bitcoin, ik vond het wel zo netjes om daar open in te blijven. Dus als je daarvan wilt profiteren, kijk er zeker eventjes in de beschrijving, daar heb ik namelijk een linkje achtergelaten. En als je besluit te reageren via de link, help je ook nog eens het kanaal en dat zou ik altijd waarderen. Begin augustus ging Bitcoin van $43.000 naar $37.000. En we staan natuurlijk nu vele malen hoger. Maar toen zakte Bitcoin in korte tijd met 12% en direct was er weer heel veel angst in de markt. Stel je voor, we gaan weer naar $29.000 zoals in mei. Maar Bitcoin steeg in een week of 5 vervolgens met 41%. Maar dat werd natuurlijk dan ook weer opgevolgd door de volgende correctie. Deze keer 19% in 1 dag tijd. Dat ging erg snel en heel veel paniek en het duurde ook wel een tijdje voordat level weer werd doorbroken. Want 1,5 week later zakte Bitcoin nog verder weg, namelijk weer net onder de $40.000. Dus weer een oud prijsniveau opzoeken. En op dat moment was er heel veel leverage uit de markt gespoeld. Heel veel crypto-investeerders moesten namelijk na 2 dalingen van 19% op de blaren zitten en gaven de hoop op. Want nog een keer verlies pakken met leverage, ja, dat is natuurlijk niet ideaal. En toen ging Bitcoin de lucht in. 68% stijging tot een nieuwe all-time high van $67.000. En vervolgens, inderdaad, weer met 14% omlaag. En dat kan je waarschijnlijk wel goed herinneren. We zaten namelijk in een periode van zo'n 3 à 4 weken dat we tussen de $58.000 en $64.000 zaten. En ik gaf ook aan in de video dat het een kwestie van tijd was dat we een kant op gingen, dus een squeeze. Nou, en dat gebeurde ook, we gingen omhoog. $69.000 werd aangetikt, dat was een nieuwe all-time high, maar dat werd al heel snel gevolgd door heel slecht nieuws over Evergrande en dat zorgde ervoor dat de prijs naar beneden werd gedrukt. Daarbovenop, op dezelfde dag, kwam ook het nieuws naar buiten dat een VanEck Bitcoin Spot ETF aanvraag door de SEC was geweigerd. Dat zorgde voor nog meer verkoopdruk en die haalt op dit moment nog steeds aan. En je moet ook weten, heel veel mensen hebben stoplosses aanstaan, dus mocht op een gegeven moment wat verder zakken zoals we eigenlijk hebben gedaan de laatste 24 uur, kan je zien dat heel veel van dat soort stoplosses worden geactiveerd en dan kan het heel snel gaan. En op dit moment zitten we dus weer in dezelfde range als van een paar weken geleden toen we een hele lange tijd tussen de $58.000 en $64.000 zaten. Maar de laatste keren lijkt het elke keer op alsof Bitcoin een vergelijking vertoont met een strandbal die je onder water duwt. De ene keer houdt het wat langer vol dan de andere keer, maar hoe langer het duurt, hoe hoger de druk wordt om uiteindelijk hoger het water uit te schieten. Want elke daling die we meemaken, die laten we aan de loop van tijd weer achter ons, maar wel weer gevolgd door weer een fase van onder water duwen.
En ik verwacht eigenlijk dat de komende tijd dit blijft aanhouden. Want als we in één rechte lijn omhoog blijven gaan, ja, zijn er gewoon te veel winnaars. En zo werkt investeren niet. Er moeten mensen uit de markt geschud worden met verlies om uiteindelijk winnaars aan te kunnen wijzen. Want paniek hoort erbij en ja, is ook wel een beetje nodig. Want zonder correcties ja, zal Bitcoin niet zoveel gaan stijgen. Want als je nu terugdenkt aan september 2020 tot februari 2021, dan denk je waarschijnlijk aan een ongekende rally. En dat klopt ook, in die periode een stijging van 389%. Maar als je kijkt naar de chart lijkt het net alsof er geen tegenslag is geweest. Dat we alleen maar omhoog gingen, in één rechte lijn van $12.000 naar $58.000. Maar als ik het eventjes inzoom en ook eventjes aangeef waar de dalingen waren, dan lijkt het plots een stuk lastiger om inderdaad vast te houden aan je crypto. Kan je nu al verklappen dat in al die maanden dat we meerdere keren boven de 10% zijn gezakt, dat heel veel mensen zijn uitgestapt of dat hun stoploss zijn geactiveerd, op een gegeven moment ging het weer hartstikke hard omhoog en zijn nooit meer ingestapt. En dat lijkt dus een beetje op de dalingen die we de laatste maanden natuurlijk ook meemaken. En ik heb zelfs een kleine daling van onder de 10%, ja dat heb ik eventjes genegeerd. Bitcoin ging dus door middel van correcties steeds verder omhoog. En zonder al die dalingen had Bitcoin nooit de $64.000 behaald in april. Dan was er namelijk al veel eerder sprake van stagnatie, bijvoorbeeld bij $40.000 al. Dus correcties zijn tijdelijk en dat is niet leuk, maar ja, het is echt even nodig om weer verder te kunnen gaan. Want iedereen wil eind november natuurlijk wel een prijs zien van $98.000 voor Bitcoin en eind december zelfs $135.000, maar ja, het wordt met de dag onwaarschijnlijker. Helemaal als we nu al bijna $10.000 moeten stijgen om een nieuwe all-time high neer te zetten. Enige kans dat we dus dat soort prijzen, dat zijn dus de prijzen van Blend B, dat we dat nog kunnen behalen, is dat we nu een hele snelle bounce meemaken en binnen 2-3 dagen weer op $69.000 staan en dan al heel snel weer een nieuwe all-time high neerzetten. Dan komt er enorm veel FOMO en hype, bijvoorbeeld een daily candle van $10.000, ja dat zal echt nodig zijn mochten we aan het einde van deze maand op $98.000 staan. Maar de chart vertelt ons natuurlijk een ander verhaal. We gaan namelijk in hele kleine stapjes omhoog. En totdat de chart mij een ander verhaal vertelt, hou ik gewoon vast aan een langere cycle, die dus ook gaat plaatsvinden in 2022. En 2021 is qua rendement niet heel erg bijzonder voor Bitcoin. Je hebt het namelijk ook over een stijging van 110%. En we staan natuurlijk op dit moment op hetzelfde punt als in maart. Dat is 8 maanden geleden. Dat is natuurlijk een hele lange fase van stagnatie. Want ik kan je verklappen, als je over 5 jaar terugkijkt naar 2021, dan denk je bij jezelf zo, het duurde gewoon 8 maanden voordat Bitcoin weer boven een bepaald bedrag stond. Dat heeft wel eventjes geduurd. Terwijl als je nu denkt van ja wacht eens even, een paar maanden geleden stond het nog op $30.000. Altijd belangrijk om eventjes uit te zoomen. En 110% is natuurlijk nog steeds hartstikke mooi. Al helemaal als je percentages gewend bent uit de aandelenwereld. Maar in de cryptowereld weten we allemaal dat 110% in 11 maanden tijd, nou dat is niet iets schokkends. In 14 dagen tijd moeten we nu met 63% stijgen om dus de $98.000 van Plan B voor november te behalen. En volgens Plan B is het slechtste scenario voor het einde van december $135.000. En dat hoop ik echt. Maar daar is op dit moment 123% stijging voor nodig in 45 dagen tijd. Terwijl we in 2021 tot nu toe 110% zijn gestegen, in 320 dagen dus. Dus het moet heel erg hard gaan, ja, en ik zie dat niet gebeuren. Ik verwacht niet eens dat we de $100.000 bereiken aan het einde van december, laat staan $135.000. Want om aan die $100.000 te komen is op dit moment een stijging nodig van 66% in 6 weken tijd. Maar mochten we dat niet halen, dat maakt het me niet heel erg veel uit. Want ik heb namelijk voor ogen dat deze cycle nog diep in 2022 doorgaat, zoals ik natuurlijk al maandenlang aangeef. Dus ik blijf gewoon geduld houden. Ik ga echt niet in paniek raken als we over 2 weken niet op $98.000 staan. Ik zal me eerder zorgen maken als we over 2 weken op $98.000 staan, want dan gaat het iets te snel in mijn optiek. Geef mij maar gewoon een langzame markt, langzaam rendement in plaats van daily candles van minimaal $5.000 en dat elke dag. Want ik kan heel makkelijk emoties uitschakelen op het gebied van investeren. Ik doe het al een tijdje. Maar ik weet ook dat heel veel mensen dat niet kunnen. Die worden al nerveus bij een daling van 1%. Mensen raken al helemaal in paniek als we bijvoorbeeld een daling van 10% meemaken, zoals we nu een beetje meemaken.
Maar kan je voorstellen als we dan in een week tijd van 82.000 naar 95.000 stijgen, vervolgens weer omlaag naar 78.000, omhoog naar 84, we gaan weer helemaal omlaag naar 71.000, een paar dagen later staan we op 95.000, ja, dat zal ervoor zorgen dat mensen zo erg in paniek raken. En heel veel mensen zullen bij elke daling zeggen, oké, dit was de top, de bear market gaat beginnen. Heel veel stoplossers kunnen constant geactiveerd worden, want ja, volatiel zal de markt dan echt zijn, dat zal dan echt de top kunnen zijn. Dus voor mij hoeft zo'n periode niet. Heel veel mensen zitten daar wel op te hopen, maar ik kan je verklappen, als we aan het einde van dit jaar op $135.000 staan, of misschien zelfs hoger, want het is het slechtst mogelijke scenario volgens Plan B, ja, dan zullen heel veel mensen te vroeg al uitstappen, verliezen pakken, want ja, het zal dan echt gekkenwerk worden. Dus mijn voorkeur is eigenlijk gewoon rustig en gezond verder stijgen met de correcties die er dus bij horen. En als we dan eventjes kijken naar de support, de 21 weekly EMA staat op dit moment op $52.479. Dat is cruciaal support, maar ja, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Maar als je kijkt naar de Bitcoin chart sinds april 2020, zijn we er één keer doorheen gegaan. Namelijk in mei, toen we natuurlijk met 50 à 60% zakten en ook meerdere maanden nodig hadden om weer boven de 21 weekly EMA te komen. In mei riepen ook heel veel mensen dat de bear market was begonnen, maar ik hield natuurlijk vol dat het vooral bearish momentum was. Dus dat de bull cycle na een paar maanden weer hervat zou worden. Dat bleek het geval, zelfs iets eerder dan ik had gedacht. En als we kijken naar de bull run die eindigde in 2017, was er één week dat we onder de support gingen zitten van de 21 weekly EMA. 17% onder het support level. We hebben een paar keer support getest, maar het was natuurlijk heel erg duidelijk dat het level meerdere keren stand hield en we gingen weer door met stijgen. Toen volgde de blow-off top, dus het echt hartstikke hard ging in anderhalve maand tijd en de bear market begon in 2018. Dus als we echt eventjes uitzoomen, dan weet je natuurlijk, je wilt niet nog een keer door de 21 weekly EMA heen zakken. Maar als je kijkt naar de korte termijn, want ja, zakken tot $52.000, dat is natuurlijk nog behoorlijk wat voor nodig, dan blijf ik op dit moment vooral vasthouden aan de $58.000. Want toen we in een range zaten van 58.000 tot 64.000, zag je gewoon in die 3 à 4 weken tijd dat $58.000 gewoon sterk support was. Nu zakten we tot $58.600 en nu staan we weer boven de $60.000 als ik dit inspreek. Kan natuurlijk zo zijn als jullie deze video zien dat we onder de $58.000 zitten. Zit zo'n beetje 24 uur tussen. Maar ik denk ook dat $60.000, als we er weer eventjes flink boven zitten, dus bijvoorbeeld 61,5, dat $60.000 ook weer een support level kan zijn. Dus voor de korte termijn kijk ik vooral naar $60.000. Dat zal wel support moeten zijn, maar ik verwacht niet dat het heel sterk support is. En als we daar doorheen gaan, ja, dan is $58.000 het volgende level waar ik naar kijk. En dan verwacht ik wel dat we daar behoorlijk wat support kunnen verwachten. En als we daar doorheen zakken, ja, dan ga ik pas kijken naar de 21 weekly EMA. Maar door deze daling is er natuurlijk nog niet sprake van het einde van de bull market. Daar is nog veel meer voor nodig. Daarom is het altijd even handig om in tijden van paniek en dalingen om even uit te zoomen. Altijd eventjes rustig achterover zitten en even goed kijken hoe we er echt voor staan. Voor nu komen we aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.